Zo, hallo allemaal. Alexa, reset timer. You have two active timers on Echo there. A 20-minute timer with about left and a 15-minute timer with about 11 minutes and 10 seconds left. Which one do you want to restart? Both. You don't have a timer called false, but there are timers for 20 minutes and 15 minutes. Alexa, cancel all timers. Canceling all your timers. Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Anytime. Ja, de laatste aflevering voor vandaag. Ik zeg, ik ga zo mijn tandje tanden poetsen en gewoon even naar bed. Even kijken, iedereen is nog een rapporten invullen. Ah, jij hebt bijna de dans gesprongen, mevrouw. Kijk, als ik met deze ga, kan je dat helpen? Nee, jij niet, hij wil. Ik vergeet steeds waar het bij haar was. Oh, Beth. Rapporten invullen. Het is nog zondag, dus het is nog op tijd. Die was even onder de radar gevlogen. Daarom zit ik hier. Ik check het altijd. Dan hebben we de hakknikker net zo goed beter zo checken. Van, heeft ze nog huiswerk? Nee. Ja, je huiswerk? Nee. Nou, dan zijn we weer bij jou. Steve. Je hebt het al klaar, oké. Okay. Ja, dan is het weekend alweer bijna voorbij als je met normale sims zou spelen. Maar dit zijn vampieren, dus ze zijn de helft, dat zijn 24 uur per dag wakker. Oh nee, zonder, het is pas ochtend. Hij is nog niet voorbij. Maar het is wel zondag hier ook, dus dat kan wel kloppen. Alleen niet zo vroeg. Het is al bijna 10 uur 's avonds. Dus ja, 9:30 geweest. En ik begin weer honger te krijgen ook. Fuck. Ik red het niet om patat te bakken. Sowieso niet om te frituren, want het duurt al 10 tot 15 minuten weer dat het frituurvet op temperatuur is. Dan moet je nog bakken. Dan moet je nog even laten om het af te koelen, dus dat is geen optie. Ik heb geen kaas meer, godverdomme, als ik 4 rondootjes met kaas gegeten. Festival van de jeugd. Geef even iets wat ik kan deleten, want ik wil iets deleten. De rest heb ik al gedelete. Behalve dat je die korting krijgt van die koopdingen. Die doe ik wel aan mij. En nieuwjaar, dat mogen ze maar ook doen. Dan zie je ze allemaal naar de televisie kijken. Want al doe je net om 6 uur 's ochtends, dat telt toch wel, dus dat maakt niet uit. Ja, leuk hè jij. Ja. Oh ja, ik heb weer 25k, want ik kreeg net een telefoontje met geld, geld, geld. Dus ik krijg 2500 somoliums. Hij zei, mooi Gucci Beachy. Je had eigenlijk de criminele kant op moeten gaan. Dan krijg je ook vaak steekgeld. Je moet het geld even voor me in. Houden jullie nou eens een keertje op, man. Ik word schaatsiek van jullie. Wat een eeuwig dat gevecht. Ruzie maken. Oh, wacht, ik weet wat beter is. Weg. Ja. En jij hebt hem niet eens. Hoe kan je boos worden?
Oh, dat was dus een zuidzekerheid gedokt. Dat zou kunnen. Ik dacht dat hij namelijk ook gemeen was, maar ik heb hem materialistisch gemaakt, dat was het. Daarom heb ik hem ook een kleptomaan gemaakt. Maar wat meneer alleen maar meeneemt. Is vuile vaart. 6 maal. Yeah, we hebben de gouden deur. En die gaan we niet weggooien. Wat moet die op de grond? Waarom dat? Waarom kan die niet op het tafeltje? Nou, weet je wat, dan gaat die weg. Doei. Die is van jou. Die heb jij verdiend. Even als die. Die is van jou, Regina, maar dat kan weg. Minuscule meditatieve centaur. Nou, die kunnen we wel hierop zetten. We zeiden dat we die konden verkopen. Die kan je wel verkopen, daar leef je niks op. Ik wacht tot ik mijn huis heb, want daar heb ik zo'n recyclemachine. Pleur ik het al in. Kijk, een beetje bits en bytes en bits en een beetje dingen. Hoe is dat nou? Vergeet het, zet beetjes in. Die dingen daar. Waar we er nu 0-0 van hebben. Ja, helaas, maar Tools zit er ook tussen. Voor mij zal je geen gameplay van Batu tegenkomen. Van me nooit niet. Wat een rot teksten. Herhalende questen. Steeds dezelfde. Verhaal klopt niet met wat er normaal is gebeurd met Star Wars. Nee. Ik heb het gespeeld, dus ik ga niet iets zeggen als ik het niet gespeeld heb. Maar na 4 afleveringen hetzelfde te moeten hebben gedaan hebben, had ik zoiets van, ik heb het niet eens geüpload geloof. Ik geloof één deel. Toen was ik nog heel positief. Want dat heb ik vrouw afgenomen. Wie doet er nou weer gemeen? Heb jij ook zo'n ook een gemeene trait? Nou ja, maar jij bent goed. Gratis geld. Heb je nog iemand reactie weer onder vermoeding? 50. En jij, ja. Waar is mijn wijf? Kunnen we deze niet op de muur hangen? Dit is je toelatingsbrief. Moet je trots op zijn? Kun je hem inlijsten? Nee. Het is zonde, moet je trots op zijn. Dat je toegelaten bent op de universiteit. Ik was wel zo gek hoor. Ik heb mijn beveiligingsdiploma gehaald. Ingelijst en op de muur gaan. Mijn koksdiploma ingelijst, opgehangen. Oké, ik doe het beroep wel niet meer, omdat ik het niet leuk vind, maar ik heb het wel een tijdje gedaan. 6 jaar moet het al te zijn. Maar iedere keer, je voelt je eigen heel vet, vies. En het is niet wat ik wilde. Ik kan niet achter een bureau zitten. Want nou, nu word ik al gek. Voor werk, hè, thuis is wat anders. Dus ik mijn spelletje te spelen, dat kan ik wel. Maar de hele tijd achter een bureau. Als het nou mooi weer is, kan ik mijn deur, kan ik buiten zitten. Op mijn dakterras met mijn laptop. Kan ik gamen.
Op een kantoor kan je het niet doen. Je kan hooguit het raam open zitten. Dan houdt het een beetje lucht. Is lucht. Ik werk binnen in de straalhoogst. Die is ontzettend warm. In mijn kantoor heb ik een airco. Als het warm is, zet ik mijn airco aan. Dat als je draag draak uit de stralerij komt. En ik heb het te warm. Want wij hebben die reglementen. Vooral met warm weer. Dan mag je na een uurtje stralen. Kan je even stoppen. En dan kan je een half. Hier, dat wordt weer aangebeld. Ash? Even Rory? Jij bent een weerwolf. Nee. Ik had weerwolven uitgezet, dat ze hier niet zouden komen. Oh, dat was jij zeker ook die de eerste keer aanbelden. Mm-hmm. Ken jij mijn sim? Nee! What the fuck are you doing here? Get the fuck out of here. Now. What? Wat de? Hoe kun je binnenkomen? Ja, vampieren en weerwolven gaan niet samen. Ja, en ik weet zeker dat dat door die weerwolf kwam. Maar ze is nu weg, dus. Heb iedereen toevallig dat rooien? Jij niet, jij ook niet, jij ook niet. Nee, dan is het niet die weerwolf. Nee, jij hebt dat sowieso, dus. Wat heb jij nog meer voor negatieve troep? Nee. Zelfverzekerd. Nee, je hebt niks geks. Ja, je hebt niemand nodig, maar dat. Maar weet je wat, doen we die weg. Remove. Ja, ik geef mijn altijd nooit moe, omdat het toch een vampier is. Dus, En ze is een geïnspireerde verkenner. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik zag hem er in één ertussen staan. Als ze niet in hun buurt zijn. Ah, fuck. Ik dacht als ze in de buurt zijn. Damn. Nou ja. Maakt niet uit. Oh, ik heb weer twee computers bijgezet. Hoe hoog is het bedrag nu? 1000. Nee, nog 6823. Oké. Stroom gaat niet goed. Water wel. Begrijp je dat de stroom niet goed gaat? Maar ik ga geen dingen kopen, want als we het huis kopen, dan hebben we het al. En dan kan je makkelijk de maand mee doorbrengen, want de stad goed. Wat moet jij nou weer? Jij bent een man, jij komt niet binnen. Kijk of jou door deze deur gaat. Nee, hier. En waarom ging die weerwolf wel door mijn huis? Ah, een tovenaadje. Ah, als ik weer aan deze stoel denk. Sweet memories. Wil je lekker in schommelen en draaien? Mijn vader deed het altijd, gaf je een klein tikje er tegenaan dat hij ging ronddraaien. Ik vond het schitterend, de privé draaimolen. Kijk nou eens even met die berichtgeving. Je hebt toch meldingen uitstaan? Ja, hier, meldingen inschakelen. Dus oftewel, het staat uit.
Hey, what? What now are you? Oh shit, ik moet het raam weer doen. Dat is een binnenkomen. Ik heb mijn licht aan. Ik moet het doen. Dat is wel vervelend, die tyfusmuggen. Ik moet even lekker het raam oplossen. Oh, nog een kwartiertje. Zo. Ja, jij ook natuurlijk. Ik hoor weer een hond blaffen. Oh, dat is misschien buiten. Nee, niet inschakelen. Wie gek? Ik wist al dat er iets verkeerd ging. Is het die telefoon? Ah, dat is die telefoon. Dat is je sociaal dingetje openmaakt. Op een GNM ook al. Hoe is het met jullie dorst? Oh, ik had van die weerwolf kunnen drinken. Fuck. Ja, de groeten. Zo. Hé, hey, we hebben een barbecue. Nog nooit gebruikt. Ja, ik moet mijn donor hierin zetten. Kunnen ze drinken vandaag? Dan cheat ik wel dat ze van die beta weer, zodat de anderen ook kunnen drinken. Dan iedere keer als ze gebeten zijn, haal ik dat weg. Tot de laatste en dan moet ik maar eens met een ding zitten. Als ik het niet vergeet. Ja, dat die leraar van haar social awareness heeft. Of ben jij een leraar geworden dan? Als je niet sociaal bent. Dan heb je toch op het verkeerde beroep gekozen. Ik moest eraan denken toen ik zag dat ze dat ontdekte dat ze dat was. Wat? Oh, er zijn blaadjes buiten die vallen. Kijk, zal ik dit eens binnenvallen? Nou, oké. Okay. Niet echt, maar goed. Toen ik keek, leek het alsof ze naar binnen vielen. Eerder aflevering of twee terug. Oh, ik heb die dus nog niet geïnstalleerd. Nou, laat ik het maar even doen dan. Nee, ja, bijna. Downloads. Verkenner. Documenten. Electronic Arts. Nee, dat is hier. Mods. Yes, thank you. Moet ik waarschijnlijk de Sims afsluiten. Voor die niet. Dat scheelt weer. Nou, ze gaan toch niet eerder in werking dat het... Instant Upgrade is wel al geïnstalleerd. Ja, voor deze moet ik hem wel opnieuw opstarten. Dus die moet helemaal niet.
En is deze ook al geïnstalleerd? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat hoeft dan ook niet te doen, want ik ga niet de Sims opnieuw opstarten. Nou, dat is eigenlijk dezelfde. Ja, oké. Okay. Nou, dan... Zo. Volgens mij, kunnen jullie nou andere games spelen? Ik denk het niet. Wil jij je rapporten nog invullen? Wop? Nee. Waarom krijg je dat te zien? Oh, ik heb de verkeerde sim geselecteerd. Game spelen? Nee, ik moet opnieuw opstarten. En dat maakt niet uit, morgen. Ah oh, nee, het was geloof ik auto-upgrade. Als we nou even intypen... Upgrade. Gewoon upgrade. Faster upgrade? Nee. Het is een pig. Oh, ik weet wat jij wil. Een snoepie, hè? Ja. Nou, moet ik hem wel geven, want anders maakt hij me straks wakker. Om een snoepie. Nou, of je mag gaan, nou komt hij ook niet meer terug. Die heb ik. Is het deze misschien? Ah, daar nog een mag. Ja, one of them. Ah, ja. En het bovenste. Holy shit. Controle A. Kopiëren. Waar is mijn plek in? Ik ga dan toch even opnieuw opstaan, want ik wil weten of dit hem is. Ik heb er eentje gehad, anders moet ik even mijn oude modfolder erbij halen. Afsluiten. Opslaan en afsluiten. Want ik wil weten of dat... Ik weet dat als ik dingen plaats heb, was het al meteen geüpgraded. Dan hoef je het zelf namelijk niet te doen. Want ik vind dat er zoveel tijd in versleten. Het Insta-upgrade is ook wel leuk. Daar niet van. Maar je moet je 24 uur wachten voordat je een tweede kan doen. Gewoon aan het rondwolven. Even de diamant twee snijden. 1, 2, ja. Nou, gaan we even naar boven. Zijn de games geïnstalleerd? Oh nee, jij. Games spelen. Nee. What the fuck?
En dan die diep kreeg het ook niet. Is het nu uiteindelijk zover dat ze deze niet met de laatste update hebben gezegd van deze werken niet meer, want hebben ze bestanden verbeterd of zoiets dergelijks. Ze hebben dat altijd gedaan. Nee, zie je wel. Of mijn modfolder is koekoe. Dat kan ook nog. Nee, maar het is een nieuwe. Ik heb meerdere modfolders. Misschien dat daardoor conflict heeft. Maar ja, maar die zitten dan op een andere schijf, dus dat moet niet mogelijk zijn. Want deze heb een eigen schijf. Dat is geloof ik F. Mijn mods staan op C. In dat Windows gebeuren. En in EA natuurlijk. Dus dat is mijn SD-schijf. D. Ja, AC. Dus dat kan nooit problemen geven. Je bent niet meer kwaadaardig. Kap er nou eens mee. Dat zeg ik, als ze eenmaal iets geleerd hebben. Je leert het ze niet af. Ach, ik heb het spul op de verkeerde tafel gezet. Dit is jouw bureau. Zo. Nou, sorry dat ik even terug was gegaan voor die add-ons, want ik wist dat ze sommige add-ons het niet deden namelijk. Want net zoals het instant upgrade, je hebt gezien dat die erin staat, want hij zei dat die al geïnstalleerd was. Maar het is er wel eentje waarvan degene al een maand niet aanwezig was, dus misschien dat daar een fout zit. Maar het is wel jammer, want het zijn juist de beste add-ons die er zijn. Ik heb zo mijn favoriete rond. De UI extensions is helaas Patreon. Maar ja, ik heb al gehoord dat EA daar een eind aan gaat drijven. Want ik denk dat ze het geld mislopen. Hoe kun je nou aan EA geld verdienen? Schandalig. Ik betaal 6 euro per maand en 8 euro per maand. Niet. Maar ik vind de UI extensions, ik vind het een verdomd makkelijke mod. Je kan je geld in de hoofd gooien als ik hier links klik, als ik rechts klik, kan ik het bedrag invullen wat ik zou willen. Ik kan ze helpen met hun huiswerk klaar te hebben, of hun werk klaar te hebben. Ja, maar die werken wel. Maar hij is niet, hij staat niet als inactief, dus dat kan wel kloppen. Van jij alweer. Oh nee, er is natuurlijk geen dag voorbij gegaan. Nee, oké, die moet worden gedaan. Oh, het is avond. Ja, oké. Logisch. Oh, nee. Dat jullie nog zulke goede vrienden zijn, is mij een raadsel. Jij was goed, zij was slecht. Dat jullie... Oh, zijn er van de deel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei doei!